Yeah, as a car driver, if after 3 years your car basically starts producing electricity for you or producing power and it basically becomes money in your pocket, wouldn't you buy one? Op vakantie met een camper die volledig rijdt op zonne-energie. Elektrische auto's met zonnepanelen die je nauwelijks meer hoeft op te laden. If it's sunny out, you can drive your car where you want to take it and you don't need to think as much about how you're going to fill it up or when your tank is empty. Because now the power for the vehicle, the fuel station for the vehicle, if you will, is on top of the car. Voor veel mensen klinkt het als te mooi om waar te zijn, op de zon rijden. Maar als je auto's bedekt met zonnecellen, moet dat kunnen. Je kunt je nog niet helemaal een voorstelling maken hoe het uiteindelijk gaat zijn. En pas als het er echt is, dus als je die zonneauto ziet staan en je wordt daadwerkelijk opgeladen in de zon, etcetera, dan zeg je wel eens frek, het inderdaad, het werkt. We kennen de zonneauto's van de Australische Solar Challenge. Een race die keer op keer werd gewonnen door Nederlandse studententeams. Volgend jaar brengt een van die studenten de eerste echte zonneauto op de markt. Ik vind het echt indrukwekkend hè, dat die studententeams waar we allemaal zo trots op zijn, dat dat ook leidt tot bedrijven. Wow, crazy stuff, hè? It's insane. We zien wel dat we echt voorop lopen in die markt, waarbij we al best ver zijn in dat integreren van die zonnecellen op die auto. En we denken dat over 10 jaar dat je bijna iedereen een auto kunt bieden die eigenlijk niet meer aan de stekker hoeft. Er rijden op dit moment bijna 1,5 miljard auto's op de wereld rond. 98% daarvan rijdt op fossiele brandstoffen. Als al die voertuigen elektrisch gaan rijden, dan vergt dat een enorme aanpassing aan het elektriciteitsnet. In de westerse wereld, maar ook in landen waar op de lange afstanden geen laadpaal te vinden is. Voertuigen die hun energie direct uit zonlicht halen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. En je hebt dan gratis energie om je auto op te laten rijden. Dat klinkt als een utopie, rijden op zonne-energie, maar dat is het niet. Nederlandse studenten zijn heel goed in zonneauto's bouwen. Al talloze malen wonnen studententeams met hun bijzondere ontwerpen de Australische Solar Challenge. De favoriete hashtag hier is Take on the Dutch. Laten we de Nederlanders aanpakken. Want één ding is zeker, wie voor de winst wil gaan, zal de Nederlanders moeten verslaan. Een race van Darwin naar Adelaide. Van ruim 3000 kilometer dwars door de Australische Outback. Puur en alleen op zonne-energie. De Nederlanders waren haast onverslaanbaar. In 2013 deed een studententeam van de TU Eindhoven voor het eerst mee aan de Solar Challenge. Ze bouwden geen zonne-racewagen, maar een wagen die meereed in de cruiser-klasse. Een klasse voor gezinsauto's die ook de volledige 3022 kilometer op zonne-energie moeten rijden. Zonder enige ervaring begonnen ze te bouwen. Onder hen was de jonge student Lex Hoefsloot. 10 jaar later zal hij een miljoenenbedrijf leiden dat daadwerkelijk zonneauto's op de markt gaat brengen. Maar dat wist hij toen nog niet. Wel lang geleden. Als je gewoon op de achterkant van een bierveeltje uitrekent hoeveel zonne je binnen zou kunnen krijgen en hoeveel een auto verbruikt, dan dachten we even, je kunt een 4-persoons auto bouwen die op de zon rijdt. Maar vooral van het enthousiasme van, hey, fuck it, let's do it. En je denkt er dan natuurlijk wel over na dat je er verder mee zou kunnen gaan. Maar het was destijds vooral, laten we dit nu doen en dan kijken waar het schip kan. Solar Team Eindhoven presenteert hierbij Stella. We hebben een team gebouwd, 20 man, allemaal studies stilgelegd. En toen eigenlijk met dat geloof dat iedereen had in die sommetjes, zijn we die auto gaan bouwen.
binnen drie kwart jaar hadden we de auto gebouwd en gingen we naar Australië toe om daar mee te doen in de wedstrijd. De Stella was een succes. Het team won de race in 2013. Hey! Het bewijs was geleverd. Je kon een gezinsauto op zonne-energie laten rijden. En dat idee kon Hoefsloot maar niet loslaten. So with Stella, we wanted to show what the car of the future looks like. Aan de keukentafel besloot Hoefsloot met een paar teamgenoten om een commerciële versie te gaan bouwen. Het project kreeg uiteindelijk de naam Lightyear. We hebben er wel 2 of 3 jaar over gedaan om goed te kijken van ja, oké. We hadden wel het zelfvertrouwen opgebouwd door die auto een keer te bouwen en daarmee te winnen in de wedstrijd. Maar het zelfvertrouwen wat je nodig hebt om een autofabrikant te beginnen is wel een ander niveau. Dus dat heeft wel een tijd geduurd voordat we snapten of het inderdaad een goed plan zou zijn of alle puzzelstukken in elkaar zouden vallen. En toen hebben we gezegd op een gegeven moment, nou, dan gaan we gewoon fulltime na onze studie. We gaan ergens zitten met elkaar, we gaan zien wat we kunnen doen. De afgelopen jaren hebben Hoefsloot en zijn team hun droom waargemaakt. En in 2019 werd hun gezinsauto, die rijdt op zon, gepresenteerd. Volgend jaar komt hij op de markt. And we're super motivated to build solar cars in which people will never have to worry about charging. I encourage you all to go free. Thank you. My reaction when I first heard about solar-powered cars was that it probably didn't make a lot of sense. Bij TNO in Petten wordt gewerkt aan gebogen zonnecellen. Bedoeld om daar auto's mee te bekleden. Waarom was zonnecelonderzoeker Banna Newman in eerste instantie zo sceptisch? I thought there's probably not enough space. The efficiency of the solar panels is not enough. I didn't know that much about the consumption of electric vehicles. But it seemed like, you know, the energy that's needed to move a very heavy piece of metal down the road at high speeds seemed like a lot more power than what we would be able to generate with solar panels. Voor veel mensen klinkt het als te mooi om waar te zijn op de zon rijden. Als andere autofabrikanten de sommetjes doen, dan lopen ze vaak spaak op het feit dat het niet matcht. Dus de hoeveelheid zon die je opvangt in een jaar is minder dan wat je gebruikt in een jaar. En als je denkt vanuit de huidige industrie, dan is het ook een procentje hier, een procentje daar, dan kom je er nooit. But what made you change your mind? Well, actually learning a lot more about the consumption of electric vehicles, particularly the innovations that people are making now to reduce that consumption and make vehicles more efficient, because that's the other side of the equation. We can provide the power, but you also have to make the vehicle itself more efficient in order to have more impact with that power. Newman werkt inmiddels met de bouwers van zonneauto's samen. En inderdaad, als je zonne-energie wilt gebruiken, moet je je auto extreem efficiënt maken. En dat is precies wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Elk onderdeel, elk naadje van de auto is bekeken op luchtweerstand. In elk wiel zit een elektromotor, zoals dat ook bij de Solar Challenge het geval was. Die auto's die we gebouwd hebben voor de wedstrijd in Australië, met motors in de wielen, daarvan zeiden we, dat moeten we ook voor de consumentenmarkt gaan doen. Toen hebben we gedacht, hey, die motoren kun je gewoon op de markt krijgen waarschijnlijk, en alle elektronica ook. En we gaandeweg kwamen erachter dat het eigenlijk helemaal niet kon. Dus toen zijn we onze eigen componenten gaan ontwikkelen. En dat zijn eigenlijk de laatste puzzelstukjes die nu bij elkaar komen om het hele concept te laten werken. Spiegels zijn vervangen door camera's, wielkasten zijn gedeeltelijk dichtgemaakt. Allemaal om de luchtweerstand te verlagen. De prototype wat we nu gebouwd hebben, dat is ongeveer 50% efficiënter dan de meest efficiënte auto die je nu op de markt kunt krijgen. Het hele dak en de motorkap, waar dus geen motor meer onder zit, zijn bedekt met ongeveer 5 vierkante meter zonnecellen met een laag die ze beschermt tegen weer en wind. So this is one of the first prototypes we made of a fully curved
a vehicle roof. And we did this for research purposes. Now in this module, we didn't cover the in-between spaces with black, and in the final concept, you would want to have that for aesthetic reasons. But for us, we can actually use this to do research on how light hits the solar modules and optimize the performance and optimize the construction of it in order to get the best performance. De auto laat zichzelf op met de zon. Dus op een zomerdag kun je 70 kilometer aan zonne-energie ophalen. In de winter is dat minder. In de winter heb je minder zon. Dus totaal over het hele jaar heen haal je 7000 kilometer op in Nederland. En je kunt je voorstellen dat in andere plekken ter wereld kun je twee keer zoveel ophalen. Maar dat betekent dus eigenlijk effectief in de zomer dat je elke dag je auto gewoon terug oplaadt. Als je hem voor je werk neerzet en je laat gewoon je woon-werkverkeer weer terug. En dat betekent dat je in de zomer bijna niet meer hoeft te laden. In de lente en herfst ook bijna niet. En in de winter een beetje. Dus één keer in de twee weken moet je in de winter aan de lader. Dus effectief heb je daarmee een auto die 5 keer minder aan de stekker hoeft. Rijden op zon en efficiëntie gaan dus hand in hand. De testauto slaagt er onlangs in om op een testbaan op 1 acculading 725 kilometer te rijden. Ruim 2 keer zoveel als de gemiddelde elektrische auto op dezelfde lading gereden zou hebben. Tijdens de Solar Challenge in de Australische vlakke en zonnige Outback reden de zonneauto's in 5 dagen ruim 3000 kilometer op 1 lading en natuurlijk de zon die overdag scheen. In feite is de Solar Challenge een soort proeftuin voor zonneauto's. Ook dit jaar zou er in Australië eigenlijk weer een Solar Challenge plaatsvinden, maar dat ging door corona niet door. Marokko wilde de Solar Teams in oktober wel ontvangen. En dat betekende een nieuwe uitdaging. Rijden in de woestijn en de bergen op zonne-energie. Dat hadden ze tot nog toe niet gedaan. 7 van 's werelds beste solar teams, waaronder 3 Nederlandse, Delft, Twente en Groningen, moesten 2500 kilometer door het Atlasgebergte rijden, puur op zonlicht. Constant rijden er auto's mee met de zonnewagens die de strategie van de dag bepalen. Hoe hard kan je, hoe vol is de accu en moet je misschien nog even stilstaan om bij te laden door de cellen vol in de richting van de zon te plaatsen. Onze strategische jongens hebben doorgerekend hoeveel energie we nog hebben, hoe ver we nog moeten rijden, wat voor bergen er aankomen. En op basis daarvan hebben wij de beslissing gemaakt om nu tijdelijk te gaan stoppen om onze batterij op te laden. Zodat wij later vandaag geen problemen krijgen en dat wij volgens strategie onze rit kunnen uitrijden. Het is echt zeker continu doorrekenen van hoe ver moeten we nog, wat komt op ons pad, wat doen de andere teams, wat doet onze auto. En ook daarbij, als er een wolk in de weg komt, dan kan al heel veel verschil betekenen in hoe wij gaan rijden. Dus eigenlijk is het echt een rijdend konvooi wat continu doorrekent wat is de beste strategie op dit moment. En dat vind ik persoonlijk wel super mooi om te zien. De challenge is een constant spel tussen het opwekken en verbruiken van de elektriciteit die de zonnecellen opleveren. De bergen zorgen voor nieuwe uitdagingen en de studenten bedenken nieuwe oplossingen. Zij maken de toekomst. Ik merk dat er heel veel van de dingen die we ontwerpen inderdaad dat het doorcijpelt in het, in het gewoon bij bedrijven, bij start-ups. Er ontstaan ook veel start-ups uit ons team. Dus op die manier komt het allemaal dan ook de maatschappij in. En dat is heel, gewoon heel leuk om te zien. En bijvoorbeeld ook dingen die wij ontwikkelen. Ik heb ook samengewerkt met de universiteit, TU Delft, op het gebied van het zonnepaneel. En toen kwam ik weer met een materiaal aanzetten wat die professor nog nooit gezien had. En dat hij zei van, hey, dat is interessant dat je dat hebt, daar ga ik even naar kijken. En op die manier help je elkaar ook vooruit. Dus wij, zodat de universiteit ook weer meer onderzoek doet op dat gebied. En
ja, dat is een beetje wisselwerking. Dus dat is ook leuk om te zien. Er is één Nederlands studententeam dat mist in Marokko. Het Solar Team Eindhoven. Hetzelfde team waar Lex Hoefsloot destijds deel van uitmaakte. Zij wonnen sinds 2013 elke keer de Solar Challenge in Australië. En ze zochten een nieuwe duurzame uitdaging. Ja, ik zit vast. Ze noemen het nieuwe concept een Sustainable House on Wheels. Kortweg SHOW. Een autonome zonnecamper. We hebben 4 gezinsauto's gemaakt die 4 keer wereldkampioen zijn geworden. En nu met de Lightyear One op de markt is ons doel bereikt om de markt te inspireren. En zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw concept. Achterin komt straks ons bed. En hier wordt het leefgedeelte gemaakt waarin je kan koken en eten en douchen. En vervolgens het dak met de zonnepanelen gaat omhoog. Waardoor er, als het omhoog is, er zonnepanelen aan de onderkant vandaan komen. Die dus extra oppervlakte geven voor zonne-energie. Waardoor we nog meer kunnen opwerken als we stilstaan. 1,47. Nee, 99,7. Ja, maar en die andere was 2,47. Ja. We hebben sowieso efficiënt gebouwd dat ze energie overhoudt. En die energie gebruiken we weer voor ons kookstel en voor andere huishoudelijke dingen zoals wassen, douchen en naar de wc gaan. Op een hele zonnige dag kan je 650 kilometer met SHOW rijden. Na maanden hard werken is het voertuig klaar en krijgt ze haar naam Stella Vita. We zijn nog niet helemaal uit over het geslacht van de auto. Ik noem het een ze, een grote dame om het zo te zeggen. Het is nogal een stevige dame inderdaad. 1700 kilogram weegt ze. Maar het zonnedak levert genoeg energie om haar de hele dag te laten rijden. Idee is dat ze een lange reis door Europa gaat maken om het concept zonnemobiliteit onder de aandacht te brengen. Een reis van Eindhoven naar Tarifa, het uiterste puntje van Spanje. We willen heel graag niet alleen Eindhoven inspireren, waar we natuurlijk als solarteam gevestigd zijn, maar we willen ook graag andere mensen inspireren, want we doen de duurzame transitie samen. Dus daarom willen we graag door Europa toeren. En dat moet toch wel het mooiste zou dat zijn als we dat zelf zouden kunnen doen op de openbare weg, waarbij je natuurlijk zoveel mogelijk mensen trekt en zoveel mogelijk mensen jou kunnen zien. Dus ja, als je op de openbare weg wil, heb je toch wel een kenteken nodig. En dus moet de auto gekeurd worden bij de RDW. En dat is nogal spannend. Zeker als je ter plekke nog moet gaan solderen omdat er iets niet werkt. Loop even alle connectoren langs. En gewoon een beetje rond doen. Kijk je ergens geen los contact in. En check daarna ook eventjes die interface. Momenteel lopen we tegen het probleem aan dat de auto wel opstart en dat die dan na een aantal seconden zichzelf weer uitzet. Dus wat daar precies aan de hand is, daar zijn we nog niet helemaal achter. Dus er komt nu iemand van ons team naar hier toe die er specialist is in de batterij en kijken hoe we dat kunnen verhelpen. Waarschijnlijk is het een van de chips die bij het uitladen is verschoven, waardoor hij zichzelf uit veiligheid uitzet. Dus dat is in dat op zich een mooi teken dat dat werkt. Oké. Okay. Ja, zeg maar. Blijf even wel iemand daar bij een noodknop, alsjeblieft. Ja. Probleem opgelost. Alles werkt weer. Nou ja, alles. De handrem had ook nog wat aandacht nodig. Maar uiteindelijk rijdt hij als een zonnetje. I think the student teams have done probably 90% of the work for us.
They spent the last 2 decades building these prototype cars and winning these races and proving what was possible to do. Now, if you look at most of these cars that win these races, they don't look like a car that you would want to drive to work every day. But by proving what is possible with the technologies that existed, on pretty limited budgets as well, they made it so that when you start to think about how to do development of technology and transfer of that technology into mass manufacturing and larger scales, that you can address the issues and the safety issues of putting millions of vehicles on the road with these solar panels. They made those first steps that allow you to go to government agencies, to go to investors and say, look, it's possible. What we're talking about doing is not just a dream. It's something that people have shown is possible to do. And so then you have to make the next steps that make that concept a reality and something that can actually be purchased at the car shop near you. But those student teams have done a huge amount to actually show us what is actually possible and what we can aim to achieve. Het maken van commerciële zonneauto's is natuurlijk niet voorbehouden aan Lightyear alleen. Wereldwijd zijn er allerlei andere pogingen om zonneauto's op de markt te brengen. Bijvoorbeeld de kleine Amerikaanse driewieler van Aptera. Of de stadskarretjes van het Nederlandse Squad Mobility. En de Sion van het Duitse Sonor Motors. Grotere automerken als Hyundai en Toyota lijken ook bezig met iets van zonnecel op het dak. En de Chinezen komen met allerlei fancy concept zonneauto's. Is Lex Hoefsloot niet bang dat ze links of rechts ingehaald worden door de grote autobedrijven? Nee, ik voel niet per se heel veel concurrentie in de nek eigenlijk. Maar vooral omdat ze doen het zo radicaal anders dan de rest. Dus zo radicaal op efficiëntie. Dus elke gram maakt uit en elke kleine beetje luchtweerstand maakt uit. Daardoor hebben we best wat afstand tot de rest van de industrie. En zijn we niet zo bang dat... Dus stel, een andere fabrikant zou nu beginnen. Dus nou, als je nu zeggen, na dit prototype van... Hey, dat is eigenlijk best wel slim, laten we het ook gaan doen. Dan moet je alle componenten die we hebben moeten ontwerpen... in de afgelopen 3 of 4 jaar, moet je dan zelf ook gaan ontwerpen. En je hebt natuurlijk het voordeel van... Het zijn we een klein bedrijf wat snel kan opereren en snel kan schalen. Dus... niet zo bang voor de concurrentie, maar uiteindelijk... Je moet vooral ook niet te veel gaan focussen op de concurrentie. Je moet vooral bezig zijn met datgene wat je zelf doet zo goed mogelijk doen. En dat zo snel mogelijk. De Sion en de Aptera lijken ook binnen niet al te lange tijd op de markt te komen. Zij zullen rond de €25.000 gaan kosten. Dat is een groot verschil met de Lightyear One... waarvan de eerste exemplaren bijna €150.000 gaan kosten... Maar dan heb je wel een volledig doorontworpen zonneauto... in plaats van een auto met zomaar wat zonnecellen. Ja, zeker. We hebben die eerste stap, die dure auto nodig... om de technologie te kunnen ontwikkelen. Dus de technologie is nu nog duur. De motor, het batterijpakket, de elektronica. En als je die bij elkaar bouwt in één auto, dan is die nu nog duur. Maar er is niks... wat ons ervan weer houdt om straks in grote volumes dat gewoon heel betaalbaar te maken. Dus de missie van het bedrijf is schone mobiliteit voor iedereen. En dus we zitten in een exclusieve markt niet omdat we het per se willen, maar omdat we daar de technologie kunnen ontwikkelen en eerst de geld kunnen ophalen. De volgende stap is om naar massamarkt te gaan. Het liefst zo snel mogelijk naar lagere kosten. En ook als je verderop in de tijd kijkt, dus als je 10, 15 jaar vooruit kijkt, dan is de grote potentie juist ook te gaan naar plekken als Afrika en India en waar helemaal geen infrastructuur is, waar we nog betaalbare auto's voor kunnen maken. En heel eerlijk, natuurlijk, we kunnen in Europa en in de VS wel allemaal elektrisch gaan rijden, maar als we het niet doen in die andere plekken, dan hebben we als wereld nog steeds een probleem. En het is veel focus binnen de industrie op juist die westerse landen en de rijkere landen. Maar de grote potentie zit er misschien juist wel in hoe krijgen we die andere landen ook elektrisch. Onlangs nog waarschuwden de autofabrikanten dat er te weinig laadpalen zijn in de Europese Unie als we over 10 jaar allemaal elektrisch moeten rijden. En dat geldt zeker niet alleen voor Europa. Je wil 1 miljard auto's, zoveel zijn er nu op de wereld, wil je elektrisch laten rijden. Dan betekent dat minstens ook 1 miljard laadpalen. Nou, begin er maar aan. Dus als je
iets vindt waardoor je je laadpaal kunt integreren in de auto, dan heb je een heel groot probleem opgelost. Dus waar wij naar streven is om echt bijna daadwerkelijk geen laadpaal meer nodig te hebben, zodat je de hele wereld versneld door die transitie heen kan krijgen, omdat je dat hele kip-ei-probleem tussen laadpaal en auto's niet meer hebt. Dus, en we denken dat over 10 jaar dat je bijna iedereen een auto kunt bieden die eigenlijk niet meer aan de stekker hoeft. Zodat je al kan rijden op plekken waar je geen laadpalen hebt. Ja, dus zodat je op plekken kunt rijden, Afrika, India, waar zelfs het energienet nog niet heel erg goed is, waar je eigenlijk het energienet over kunt slaan. Waarbij je met elektrische auto's meteen kunt gaan rijden zonder dat je ook maar iets van infrastructuur nodig hebt. These initial steps, these first few vehicles, will probably be something that we see mostly in the richer countries in the world. But the thing that makes this so powerful potentially for humanity as well is the fact that because you have your fuel system on the vehicle, it can make it so that even people that live far away from a fuel station or far away even from a grid connection point can use electric transportation. And they won't be reliant on, say, you know, a very dirty diesel engine necessarily in order to get themselves from one place to the other or transport their goods that they're bringing to market. They might be able to actually use electric transportation even in these situations where there isn't any infrastructure to help support them. Rijden op zonne-energie is een uitkomst voor zonrijke landen. Het zou aanzienlijk kunnen schelen in de aanleg van dure kabels en laadpalen in gebieden zonder goede infrastructuur. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. We hebben een spannende dag gehad. Begin van de dag ging het eerst nog niet helemaal goed, want toen hadden we een korte stop. Maar daarna hebben we 4 teams in kunnen halen, dus eind van de dag kunnen we heel trots zijn op het resultaat. Twentse Geert en Nienke Notenboom deed in 2017 voor het eerst als student mee aan de Solar Challenge in Australië. De kennis die ze opdeed, gebruikt ze nu voor de begeleiding van het team in Marokko, maar ook voor het bestuderen van de effecten die zonneauto's kunnen hebben op het elektriciteitsnet. Verder. Ja, staat binnen. Kom maar. Ik ben afgestuurd bij Lightyear. En ik heb daar onderzoek gedaan naar wat de invloed is van een Lightyear op het net en de laadinfrastructuur ten opzichte van een standaard elektrische auto. Het elektriciteitsnet kan overbelast raken en dat komt doordat er meer elektrische apparaten worden aangesloten op het net. Nou, een zonneauto genereert zonne-energie natuurlijk. En het zou interessant kunnen zijn om ernaar te kijken of je dan die zonne-energie ook direct terug kunt stoppen in het net. Zodat dat op het moment waar er veel energie wordt gevraagd door bijvoorbeeld koken, dat zij dat kunnen gebruiken op het moment dat er piekbelasting plaatsvindt op het net. Met dat onderzoek ga ik verder. Dat ga ik in eerste instantie verifiëren, maar ook kijken of we daar iets mee kunnen in de regelgeving, bijvoorbeeld de Europese Commissie. Het zou mooi zijn als we kunnen kijken naar steeds efficiëntere auto's en dus naar zonne-inkoops op andere manieren van energie genereren dan alleen uit het elektriciteitsnet. Jij staat letterlijk op wacht. Ja, precies. Nou, als hier mensen voorlangs lopen, krijgen wij minder inkomsten. Dus daarom zorg ik dat niemand hiervoor langs loopt. Want dan krijgen we schaduw van de zon. En op het paneel geeft dat een stuk minder inkomsten. Je noemt dat inkomsten? Ja, dat is gewoon eigenlijk zonne-energie die we binnenkrijgen, elektriciteit. Om 's ochtends even nog een beetje de accu op te laden. En zo. Eén moment. Behind the car, please. Sir. Behind the car. Ja, thanks. Als we allemaal elektrisch gaan rijden, vergt het opladen een enorme verzwaring van het elektriciteitsnet. En daarvoor zijn grote investeringen nodig. Zonneauto's zijn in feite rijdende mini-centrales die zich opladen aan de zon. En dus belasten ze het net veel minder. 45.
45 seconden! We can actually address somewhere between 20 to 40% of that extra demand with PV on the vehicle and the technologies that are being developed for solar mobility. So while there still will be a need for the grid and the infrastructure that's coming there, we are able to produce a significant portion of that energy that will be needed for this new electric transportation infrastructure and ecosystem by putting PV directly where it is being used on the vehicles themselves. Als je geen laadinfrastructuur op neer te zetten en heel veel minder velden met zonnepanelen op neer te zetten, dan scheelt dat letterlijk miljarden. Dat scheelt dat, dan kan dat 500 miljard schelen in kosten om die transitie door te komen. Dus als je mij vraagt, ben je gek als je nu gigantisch gaat investeren in iets wat eigenlijk misschien wel veel slimmer en beter kan. Knutselen aan zonneauto's gebeurt al vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw. Zo laten deze beelden uit 1987 van de Tour de Sol in Zwitserland zien. Toch heeft het nog bijna 35 jaar geduurd voordat zonneauto's echt op de markt gaan komen. Rijden op zonne-energie had eind jaren 80 ook de aandacht van de jonge Clemens Schletwijn. I actually had a solar car running on solar energy in 1988, but it didn't work. It didn't work. Now, my mom bought one of the first solar cars that was ever produced. It was obviously way before its time because the technology wasn't ready. But ever since then, I was dreaming of having a solar car that actually works. Schletwijns moeder was in Zwitserland een van de eerste die zonne-energie serieus nam, zonnepanelen op het dak had en familiekapitaal investeerde in zonneraces. Schletwijn zette die traditie voort door ruim 40 miljoen te investeren in Lightyear. What do people usually say when they come and sit in it? Most of the time I try to put on the music and blare the Here Comes the Sun from the Beatles on. Is it working? Yeah. It does work. My favorite Beatles song. Very cool. Absolutely. Now we just need to be driving. Yeah, that would in Spain. Yeah, that would be pretty amazing, yeah. Excellent. Momenteel woont Schletwijn in Spanje. En zijn wens om op zonne-energie te rijden is er alleen maar groter op geworden. There is currently not a good infrastructure, not a very reliable infrastructure. And there's a lot of sun. So I think it really is a car that makes sense in Spain to be able to jump the infrastructure problem. And with the range it has and with the sun power it can actually accumulate in the batteries, maybe even solve a concern that a lot of potential buyers have. So for me to be able to have it in Spain and to maybe even be a test case, because it might be one of the probably the first car in Spain, and to develop real world data that people can see and believe in is, I think, an important step. And for me personally, I just can't wait to drive it and to have it. Yeah. Lex and his team take the idea of environmental, social and governance extremely seriously because they know its importance. So based on that foundation, they rally around all the stakeholders around a common vision, which is creating a sustainable, clean mobility for everybody. And that inspires and brings out the best in everybody. And on top of it, it's based around a business case which is very compelling, a solar car. If not to say no-brainer, so why would I not invest in it? This is amazing stuff. I love it. What is it called? You can actually open it. I've never seen the inside of it. Wow, crazy stuff, huh? It's insane. Noortje, jij bent geluksofficier. Hoe heet dat hier? Employee happiness. Employee happiness. Yeah. Wat doe je dan? I try to facilitate or set up projects or processes quite directly or indirectly to make the employees happy. So it could be as direct as hosting the Friday afternoon drinks, but also setting up HR processes or worrying about diversity and inclusion or giving Dutch classes to our internationals. So it's everywhere and nowhere, basically. But that's super cool because that's also happiness everywhere and nowhere. It's interesting because she is the kind of person that you like in a company like this. I don't think it's about liking, I think it's about needing. I think
there's a fundamental importance for a ecosystem to be healthy. People need to be happy. If there's no happiness in the basics of a company, how can the product be a success? How can the product be a happy product? So I think she's part of the soil that makes this company grow in a healthy way. Als je het grootste autobedrijf ter wereld wil bouwen, en uiteindelijk is dat natuurlijk de ambitie als je schone mobiliteit voor iedereen wil ontwikkelen, dan moet je de allerbeste mensen ter wereld kunnen vinden en naar je toe trekken. En dat lukt je alleen als je de allerbeste werkgever bent. Als mensen met veel plezier naar hun werk gaan. Want de allerbeste op elektrisch gebied, de allerbeste op zonnepanelen, die kunnen kiezen uit 100 bedrijven op de hele wereld. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat jij het bedrijf bent van zeggen van ja, daar ga ik naartoe. En dat is in Nederland. Dus die moet je vanuit de hele wereld trekken. Dus dan moet je super veel bezig zijn met hoe ga je iemand een super fijne werkomgeving bieden. En daar horen allerlei andere dingen bij dan alleen salaris. Lex Hoefsloot was niet alleen toen hij bedacht dat hij een zonneautofabrikant wilde worden. Zijn partner, Tessie Hartjes, zat ook in een studententeam. Hi, we are Team Blue Jay van de Eindhoven University of Technology. Ik heb zelf niet aan de Solo Challenge meegedaan, maar ik heb wel een vergelijkbare ervaring gehad als student. Dus wij hebben ook een studententeam opgericht, dus samen met een van de oprichters van Lightyear. Daar deden we ook dingen die nog nooit gedaan waren. Dus we bouwden autonome drones die binnen konden vliegen met een grijpertje eraan en met oogjes om feedback te geven. He is intelligent and can autonomously find and retrieve objects from multiple heights. This is especially useful for children, elderly and people with disabilities. En in de periode dat wij met de drones bezig waren, toen waren de nu 5 oprichters van Lightyear begonnen aan de keukentafel te brainstormen van hey, we hebben die World Solar Challenge gewonnen. Wat kunnen we hier nog meer mee doen? Dus ik heb bijna dat hele proces vanaf het begin af aan meegemaakt. Hartjes is als marketingmanager verantwoordelijk voor het ophalen van investeringen. Hoeveel heb je eigenlijk nodig om van scratch een echte zonneauto op de markt te kunnen brengen? Ja, dus honderden miljoenen eigenlijk om echt een nieuwe auto te bouwen. Je moet niet alleen het bedrijf bouwen, de mensen aannemen, de technologie ontwikkelen, maar natuurlijk straks ook een stuk productielijn neerzetten. Voor dit eerste model is dat niet bijzonder veel in de zin dat het, zeg dat 200-300 miljoen is in totaal, misschien 200. Maar als je straks naar een auto wil die betaalbaar wordt voor de massa, dan heb je echt wel misschien 1 of 2 miljard nodig, minimaal. Om echt te kunnen gaan leveren op massamarktniveau. Dus echt 100.000 keer dezelfde auto voor een lage prijs. Ja, en dat willen jullie serieus? Ja, absoluut. Ja, ja, nee. Dus ons doel met dit concept is, het is een auto, het maakt elektrisch rijden schaalbaar. Dus je hebt geen afhankelijkheid van laadinfrastructuur. Dat betekent dat je snel groot kunt groeien, waardoor de aanschafprijs van zo'n auto laag ligt. Wij hebben een hele kleine batterij. Dat is het duurste onderdeel uit de auto. Dus wij willen uiteindelijk toe naar niet alleen de meest duurzame vorm van transport, maar ook eigenlijk gewoon de goedkoopste. Dus het meest betaalbare, het meest toegankelijke voor iedereen. It needs a lot of money, but there's a lot of people out there that will be very excited about the idea. And I think there will be millions of people who will want to be part of that journey. You wanted this in 1988 already? Now we are well more than 3 decades later. I mean, it took a long time. Patience is important. But then, you know, I think an idea can work when the time is right. In 1988, the idea wasn't, the timing wasn't right. I think the timing is right now. And you want to drive in one quickly? I want to drive it slowly and for a long time. But I do want to drive in one. En tout cas, la forme, elle est magnifique. C'est génial. C'est génial. Non, mais je vois, j'arrive pas à faire. Ah oui. Mais on me voit aussi. De Eindhovense studenten hebben het kenteken voor hun zonnecamper gekregen. De tour van Stella Vita dwars door Europa kan beginnen. Hun eerste stop onderweg naar Brussel is een Belgische camping waar ze voor een verbaasd publiek de camper openmaken.
beste studenten. De room. Oui, on va déployer le toit. En Lightyear gaat op pad naar Den Haag. Want ze willen hun prototype graag laten zien aan de politiek. Want die hebben ze echt hard nodig om verder te komen. We gaan ze naar Den Haag omdat je... we zitten echt aan het begin. Dus we hebben heel veel technologie ontwikkeld. We kunnen nog niet op 100.000 auto's niveau daarvan per jaar gaan leveren. Dus dat betekent dat je relatief veel kosten hebt die je moet terugverdienen over weinig auto's. Dus je zit in een heel exclusief segment. Maar om die stap te kunnen maken, om de markt te ontwikkelen richting dat volgende model, hebben we gewoon wat steun nodig van de overheid. Hij reed zo net de hal uit en dat voelt toch, in plaats normaal ga je ergens naar binnen, kom je thuis. En bij deze auto is het andersom. Als hij naar buiten gaat, dan voelt het alsof hij echt thuis komt. Dus hij hoort natuurlijk gewoon in de buitenlucht. En ja, we hebben bijna een jaar is alles stilgelegd. En je merkt gewoon als je op straat staat, niet alleen de mensen die we nu willen bereiken, de politici, maar gewoon alle reacties van de mensen op straat zijn over het algemeen positief en leuk. Ik denk dat wij nog wel wat uit te leggen hebben over het concept. Dus wat die auto uiteindelijk nog maar nodig heeft van het net is 70, 80, 90% minder dan een vergelijkbare elektrische auto. En dat betekent dat we met z'n allen als maatschappij veel minder hoeven te investeren in infrastructuur. Of andersom, met dezelfde infrastructuur veel meer mensen elektrisch kunnen gaan rijden. Dus het is niet alleen voor de individuele gebruiker interessant, maar juist ook voor de overheid. Juist ook voor degene die verantwoordelijk is voor het energienetwerk. Het grootste deel van de ritjes is maar 40, 50 kilometer. En dan kan deze categorie voertuig kan dat overbruggen. En daar is dus, wat ik nu begrijp, kennelijk nieuwe wetgeving voor nodig. Daar waren we heel snel achter. Genoeg tot nadenken. Ik vind het fantastisch. Ik word helemaal enthousiast. Binnen elektrische auto's wordt er helemaal geen onderscheid gemaakt tussen veel energieverbruik of weinig energieverbruik. Bij huizen doen we dat, bij koelkasten doen we dat. Maar binnen de regelgeving is daar nog niet zoveel aandacht voor. En dat zouden wij heel graag willen zien. Dat het efficiënt en duurzaam rijden ook beloond wordt. En niet alleen elektrisch. Want elektrisch hoeft nog niet altijd super duurzaam te zijn. Het is toch prachtig dat zoiets op Nederlandse bodem gemaakt wordt. Er is natuurlijk al heel lang geen automobielindustrie meer gemaakt. Ze zijn heel goed op weg, geloof ik. Dus als ze kunnen helpen, zeker. Mooi, fantastisch. Oh, dank. Ja, wij hebben als van oudsher, in ieder geval de afgelopen 20 jaar als Nederland, wel een vrij terughoudende industriepolitiek gehad, om het even zo te zeggen. Waar in Duitsland of Frankrijk de overheid vooraan staat om bedrijven te helpen, zijn wij daar heel huiverig voor. En ik denk dat we die omslag echt moeten maken, want als je niet dit soort bedrijven steunt, dan wordt het als Nederland ook onmogelijk om die klimaatambities te halen. En ja, ik zie juist de kans om geld te verdienen als Nederland aan die klimaattransitie. Ik vind het echt indrukwekkend, hè, dat die studententeams waar we allemaal zo trots op zijn, dat ook leidt tot bedrijven. Dat is echt iets wat we in Nederland nog veel beter zouden kunnen doen, hè, van die kennis ook echt naar kassa gaan. Maar we moeten ook er wel voor zorgen dat zo'n bedrijf dan in Nederland wil en kan blijven. Ik zie jullie wel zitten, in ieder geval deze auto. Ja, ik vrees dat ik hem zelf voorlopig nog niet kan betalen. Maar ik hoop dat de opvolger van die Lightyear One wel meer binnen bij budget past. En dan kom ik hem graag persoonlijk in Helmond ophalen. De Stella Vita heeft in Brussel nog een probleempje met een aandrijfas, maar dat mag de pret niet drukken. Midden in de stad is er volop aandacht voor het zonnehuis op wielen. En gelijk door naar de residentie van de Nederlandse ambassade in Brussel. Daar is iedereen die ertoe doet. Er is sprake van een heuse zonnelobby. Die plakken we er gewoon op en ze komen er nooit meer vanaf. Je kunt met behulp van de Solar on Top kun je tot 5,5% brandstof besparen. En iedere vrachtwagen moet gewoon zonnepanelen erop hebben.
ze beseffen zich nog niet echt wat de impact kan zijn als dit wordt geadopteerd. Dat stuk missen we nog volledig en dat is heel belangrijk om onder de aandacht te brengen. En we zijn heel dankbaar dat PJ, onze ambassadeur hier, gastvrij is om ons hier uit te nodigen. En het verhaal te kunnen doen. Dat is echt nu het allerbelangrijkste. Ongeveer 100. Mooi, hè? Ja? Dit soort innovatie ben ik erg trots op als ik dit zie. En wij hebben veel te bieden. Maar je moet het bedrijfsleven, vind ik, ook mee hebben. En de wetenschap. Nou, en de jeugd. En je moet dat ook nog internationaal doen, want het heeft helemaal geen zin als je dat Nederland zelf doet. Nou, dat brengen we hier vandaag allemaal een beetje samen. Samen met de sector. Ja, het is mooi om samen te werken. Dat is heel goed, zo hoort het. Tijd voor de Stella Vita om nu echt aan de Europese Tour te beginnen. Via Parijs, Bordeaux, Madrid naar Tarifa. Het uiterste puntje van Europa. We expect that by 2025, the payback time for a conventional electric vehicle with solar on top should be in the range of about 3 to 5 years. It also is green. Op studentniveau zijn we er en op consumentniveau ook met de Lightshare. En nu is het nog op overheidsniveau om dat aan te pakken en vaart erin te zetten als het ware. En alweer een overwinning van de Nederlandse studenten. In Marokko finisht Twente als eerste na 2500 kilometer rijden op zon. Als de solo-challenge er niet geweest was, waren wij er ook niet geweest. Dus dan hadden we de studententeams niet gedaan, hadden wij het zelfvertrouwen niet om een autofabrikant op te richten, dan hadden we het dus hadden we niet gestaan. Yeah, as a car driver, if after 3 years your car basically starts producing electricity for you or producing power and it basically becomes money in your pocket, wouldn't you buy one?